Je bent geïnteresseerd in innovatieve starterssteun. Wel, dan begin je best met na te kijken of je wel voldoet aan de voorwaarden. Ben je met andere woorden een ontvankelijke starter? Er zijn onder die voorwaarden 4 voorwaarden die extra duiding vragen. Je mag nog geen eerdere flauwsteun ontvangen hebben. Je onderneming moet een kleine onderneming zijn. Je onderneming mag maximaal 2 jaar bestaan. Je eigen vermogen plus achtergestelde leningen moet voldoende groot zijn. Laten we eens dieper ingaan op elk van die voorwaarden. De eerste voorwaarde is eenvoudig. Jouw vennootschap mag nog geen Vlaio-subsidies hebben ontvangen. Je ziet ze hier vermeld staan. De tweede en de derde voorwaarden waaraan je moet voldoen om steun te kunnen krijgen, zijn al wat complexer. Je onderneming moet een kleine onderneming zijn en ze mag maximaal 2 jaar bestaan. Je moet aan deze voorwaarden voldoen op indieningsdeadline van je subsidieaanvraag. Dat is niet de aanmeldingsdatum, maar de datum waarop je je aanvraag richting Pitch indient. Je vindt deze datum terug op onze website. Wat is dan een kleine onderneming? Wel, daarvoor baseren we ons op de Europese KMO-definitie en die stelt dat je aan 2 criteria moet voldoen. Je personeelstotaal moet kleiner zijn dan 50 personeelsleden en je omzet of jouw balanstotaal, dit is een of, mag maximaal 10 miljoen euro bedragen. Let op, en hier ligt de complexiteit. Je moet niet alleen kijken naar de cijfers van je eigen vennootschap, maar ook kijken naar die van jouw aandeelhouders. Je moet dus rekening houden met je aandeelhoudersstructuur. Van zodra daar participaties in zitten, groter dan 25%, moet je mogelijk de cijfers van je aandeelhouders gaan optellen. Daarbij moet je overigens niet alleen kijken naar ondernemingen die participeren, maar ook naar natuurlijke personen die aandeelhouder zijn. Verderop in het filmpje illustreer ik dit met enkele voorbeelden. Voor de berekening van het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal moet je de cijfers gebruiken die publiek gekend zullen zijn op datum deadline indiening. Zoals daarnet gezegd, niet te verwarren met de datum van de aanmelding. Je vertrekt van de jaarrekeningen die gepubliceerd zullen zijn op die datum. Dat zijn de jaarrekeningen van jouw onderneming en die van ondernemingen uit jouw aandeelhoudersstructuur. Is jouw onderneming in oprichting of zal je op datum van indiening nog geen gepubliceerde jaarrekeningen hebben, dan vertrek je alleen van de jaarrekeningen van de ondernemingen in jouw aandeelhoudersstructuur. Heb je nog geen jaarrekening en moet je geen rekening houden met aandeelhouderschap, dan ben je automatisch een kleine onderneming. De derde voorwaarde zegt dat jouw onderneming maximaal 2 jaar mag bestaan. Hoe bepaal je die leeftijd? Kijk naar de leeftijd van je ondernemingsnummer, maar ook naar de leeftijd van verbonden ondernemingen. Dit zijn ondernemingen met wie je een band hebt via stemrechten of aandeelhouderschap die groter is dan 50%. Dus ook voor de leeftijd moet je mogelijk kijken naar je aandeelhoudersstructuur. Ter verduidelijking van de voorwaarden kleine onderneming en leeftijd geef ik enkele voorbeelden. Stel, je richt een onderneming op met als aandeelhouders Colruyt, Sophie en Mo. Colruyt bezit 51% van de aandelen, Sophie 19% en Mo 30%. Wel, dan kan je geen beroep doen op innovatieve starterssteun, want Colruyt is een verbonden onderneming daar ze meer dan 50% van de aandelen bezit en een grote onderneming is. Bovendien is ze ook nog eens ouder dan 2 jaar. We halen er nog eens even de definitie bij. Voor de grootte van een onderneming moet je verbonden ondernemingen volledig optellen. Colruyt heeft een participatie van 51%, dus je moet alle werknemers van Colruyt meetellen en dan eindig je uiteraard met een personeelsaantal ruim boven de 50 werknemers. Conclusie, jouw onderneming komt niet in aanmerking voor deze subsidie. Ik merk hierop dat wanneer Colruyt een participatie zou hebben tussen de 25 en 50%, er zich waarschijnlijk ook een probleem zou voordoen. Neem bijvoorbeeld een participatie van 30%. Dan moet je a rato van dit percentage de getallen van Colruyt mee gaan rekenen om de grootte van de onderneming te bepalen. 30% van het aantal werknemers binnen Colruyt geeft uiteraard een probleem. En dat is niet de enige voorwaarde waaraan jouw bedrijf in dit geval niet voldoet.
Ook voor de voorwaarden in verband met de leeftijd vormt Colruyt in deze aandeelhoudersstructuur een probleem. Verbonden ondernemingen tellen immers mee voor het bepalen van de leeftijd. Voorbeeld 2. Het bedrijf heeft 2 natuurlijke personen als aandeelhouders, Mo en Sophie. Ze hebben ieder 50% van de aandelen in handen. Er stelt zich geen probleem, daar we pas spreken over verbonden ondernemingen wanneer er een aandeelhouderschap is groter dan 50%. Voorbeeld 3. Dezelfde situatie, maar nu heeft Sophie een aandeelhouderschap van 51% in het startende bedrijf. Er stelt zich dan wel een probleem. Sophie is immers verbonden met het startend bedrijf en uiteraard met haar zelfstandige activiteit, zijn 100%, en dus moeten we het ondernemingsnummer van Sophie als zelfstandige in bijberoep meenemen in de bepaling van de leeftijd. Let dus op, wanneer je natuurlijke personen als aandeelhouder hebt. Wanneer zo'n persoon meer dan 50% van de aandelen in handen heeft, dan moet je nagaan of die persoon verbonden is met een ander ondernemingsnummer. Dan kan een zelfstandige activiteit, maar bijvoorbeeld ook een managementvennootschap, een probleem vormen. Een laatste voorbeeld. Stel dat Colruyt 20% van de aandelen bezit en Sophie en Mo bezitten ieder 40%. Dan zou je kunnen besluiten dat er geen probleem is. Maar wanneer er een familieband is tussen vennoten, zoals hier in het voorbeeld, moet je deze personen als één persoon bekijken. Dat betekent dan dat Mo 80% bezit en bijgevolg is Microsoft een verbonden onderneming en komt jouw onderneming niet in aanmerking voor subsidie. Verwantschap tot en met de tweede graad vormt een probleem. Een tweede vorm van een band die voor problemen kan zorgen is wanneer vennoten samen aandeelhouder zijn in een andere vennootschap. Ook in dat geval moet je gaan samentellen. Tot zover enkele voorbeelden van aandeelhoudersstructuren. Hopelijk heeft dat al veel duidelijk gemaakt. Voor de meesten onder jullie zal die aandeelhoudersstructuur bijzonder eenvoudig zijn, voor anderen iets complexer. We hebben op onze website een template voorzien met een stappenplan waarmee je de leeftijd en grootte van je onderneming kan bepalen. Twijfel je of heb je toch nog vragen? Weet dan dat je terecht kan bij onze partners. Het lijstje vind je op de website. Ten slotte de laatste voorwaarde die ik wil benadrukken. Je eigen vermogen plus achtergestelde leningen moet voldoende groot zijn. De som van beide moet minstens 5000 euro bedragen. Deze voorwaarde moet dus niet vervuld zijn bij indiening, maar weet dat ze dan later te vervullen is. Diezelfde periode van 4 maanden geldt trouwens ook voor de oprichting van jouw vennootschap, wanneer die nog moet gebeuren. Voilà! Hopelijk zijn deze 4 voorwaarden nu duidelijk en kan je met een gerust hart aan jouw subsidieaanvraag beginnen. Succes!